Welkom bij alweer de 10e StayFit judo training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. We gaan er vandaag weer keihard tegenaan zoals we de afgelopen 9 keer ook gedaan hebben. En voordat we gaan beginnen, even een kort iets. We hebben bijna 25.000 views op alle filmpjes, dus dat is wel echt een behoorlijk aantal. En daarbij hebben we nu tegen de 700 abonnees op YouTube. En we willen eigenlijk naar de 1000 YouTube's, de volgers of abonnees toe. Dus zorg dat je even aanmeldt en abonnee wordt van YouTube. Het is gratis, het kost niks. Je krijgt wel, als je lid bent of abonnee bent, krijg je een melding als we een filmpje plaatsen of als we iets doen. Nu, maar ook eventueel in de toekomst, als we volgend jaar ergens eens een keer een filmpje plaatsen of doen, krijg je een seintje en dan kun je dus meekijken. Dus meld je aan, het kost je niks, maar je krijgt er best wel wat leuke dingen voor terug. We gaan beginnen met de training, als Melchior naar voren komt. Ik heb natuurlijk al de tapejes, dat vergeet ik bijna te zeggen, de plakbandjes heb ik al op de grond geplakt. Ongeveer, nou wat zal het zijn, een halve meter uit elkaar. Ik heb er eentje hier gelegd en eentje hier gelegd. Dus als je nu een tapeje nog thuis hebt bij de hand, plak even twee tapejes op de grond. Dat kan een plakbandje zijn of een tape. Ik heb gewoon sporttape gebruikt, maar dat kan ook duct tape of iets anders zijn. Je hebt even 10 seconden om dat nu op de grond te plakken. Dus ongeveer een halve meter uit elkaar plak je ze op de grond. Als je dat niet hebt, is geen probleem. Want je kan uiteindelijk natuurlijk een denkbeeldige lijn hebben. Dus je kan gewoon meedoen, ook als je geen plakbandje hebt. 3, 2, 1. Oké, dan gaan we beginnen met joggen. Daar gaat hij. En dan mag je tussen de plakbandjes gaan joggen. Anders heb ik ze voor niks opgeplakt. En jullie thuis ook trouwens. Dan gaan we zo meteen eerst weer even 10 seconden ietsje sneller. Nog niet maximale snelheid, gewoon een klein beetje versnellen. 10 seconden, daar gaat hij. Go! En 3, 2, 1 en jog weer rustig door. Dat gaan we zo meteen nog een keer doen. 10 seconden ietsjes versnellen. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En jog weer rustig door. Goed zo, dit gaan we nog één keer doen zo meteen. Klaar en go, daar gaat hij. Versnellen. Ietsje sneller weer. Hup, 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 hup. 3, 2, 1. Oké, en jog weer door. Kijk even naar de volgende oefening. Die noem ik binnen-buiten. Melchior staat tussen de lijnen. Zijn voeten gaan buiten en binnen de lijnen. Daar. Dat gaan we ook weer 10 seconden doen. Oké, als iedereen klaar, als iedereen aan het joggen is. 3, 2, 1. En go, daar gaat hij. Binnen, buiten. 10 seconden. Ga maar door, ga maar door. Je ziet dat Melchior nu met zijn rechterbeen als eerst naar buiten gaat. 3, 2, 1. En jog weer door. De volgende keer gaat hij met zijn linkerbeen als eerst naar buiten. De tweede keer. Klaar. En go, daar gaat hij. Dus links als eerst buiten de lijn. En 3, 2, 1. En jog weer door. Dan gaan we nog één keer naar rechts zometeen. Klaar. En go. Rechts als eerst naar buiten. 3, 2, 1. En jog weer door. Nou, 3 keer raden. Links als eerst naar buiten. Daar gaat hij, klaar, go! 10 seconden, kom aan. 3, 2, 1. Oké, en jog weer door. De volgende oefening doen we over één lijn. En dan spreken we af dat, dat je naar rechts springt. Maakt eigenlijk niet uit als je met z'n tweeën bent, dat je me niet naar elkaar toe springt. Je springt over de lijn met twee voeten gelijk. Kijk maar even hier. Nee, gelijk doorspringen. Hup, 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 hup. Die kant op. Oké, we joggen. Daar gaat hij. 3, 2, 1. 10 seconden. Komt hij. Hup, 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 hup.
En als je het door hebt, mag hij ietsje sneller zijwaarts springen. En jog weer door. Heel goed. Nou, mocht je graag over het andere lijntje willen springen, dan mag dat natuurlijk ook, hè? Dat maakt niet uit. 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Hoppa, 10 seconden. En jog weer door. Heel goed. Klaar, de laatste keer. 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. 10 seconden, kom aan. En door. 3, 2, 1 en jog weer verder. Oké. Nou, de volgende oefening. Een burpee. Je springt omhoog. Je komt lichtsteun staan. En je springt weer omhoog. Melk, je doet het even 2 keer voor. Dus je bent op. Hup. Je hoeft niet door je arm te zakken. Je houdt je armen gewoon licht gebogen en dan ga je weer door. Dat doen we 10 keer. Dus als ik zeg ja, doe je 10 keer, spring je omhoog, lichtsteun. En daarna die 10 joggen we weer verder. 3, 2, 1 en go. Op. Hup. En door. 2, 3, 8. 9 en 10. Oké, jog weer verder. Heel goed. Daar komt hij zo meteen de 2e keer. Klaar. 10 keer. Go. Op. Heel goed. 8, 9 en 10. Oké, jog weer door. Dit gaan we zo meteen nog 1 keer doen. De laatste 10 burpees. Klaar. En go. Op. Heel goed. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. Oké, jog weer door. We hebben nog 1 oefeningetje te gaan. We komen weer tussen de lijnen staan. Want zometeen ga je 5 keer op je rechterbeen over de rechte lijn. Hup, 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 5. En daarna ga je gelijk 5 keer over de linkerlijn met je linkerbeen. Oké, jog door. De laatste staande oefening van de warming-up. Dan gaan we naar de grond. 3, 2, 1... En go. 1, 2, 3, 4, 5. En 1, 2, 3, 4. En jog weer door. Heel goed. De 2e keer. Klaar. En go. 5 keer. En 5. Hup. 1, 2, 3, 4 en 5. Goed zo. Dit gaan we nog 1 keer doen. Klaar. En go. En andere kant. Oké, jog weer even door. En heel goed. Dan mag je komen liggen op je buik. Handen iets wijder dan schouderbreedte. We gaan beginnen met 15 keer rustig opdrukken. Dat kan op de tenen. Nou, dat moet eigenlijk op je tenen en dat kan op je knieën. 15 keer. 3, 2, 1... En go, daar gaat hij. Rustig aan, 15 keer opdrukken. Na 15 keer mag hij komen staan. En 15. Oké, en dan komen we vegen. Hier, heel simpel vegen. Hup, hup, hup. Ja, daar gaat hij. Hand gaat naar beneden, je kleine teen blijft aan de grond. En elke keer veeg. Hup. Hup. Dat doen we nog 10 keer vanaf nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dan mogen je handen achter je hoofd. Je voeten iets uit elkaar.
dan maken we 15 squats. Ik zag door en omhoog. Ik zorg ervoor dat mijn knieën niet hier naartoe gaan. Nee, ga maar door. Mijn billen gaan naar achter. 15 keer. Daar. Hup. En door. 8. 9. 10. Nog 5 keer. En na die 5 keer mag je komen liggen op je rug. En 5. Oké, kom maar liggen op je rug. Heel goed. Dan gaan we 30 buikspieroefeningen doen. Alleen ik ga niet recht, maar ik ga elke keer draaien. Ik draai. Dus ik doe 15 per kant. Daar gaat hij. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste 10. Kom aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, dan mag je omkomen draaien. En dan kom je weer staan in lichtsteun. 15 keer opdrukken. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Je houdt je lichaam goed recht, zoals Melchior ook doet. Zijn hoofd is in het verlengde van zijn lichaam. Heel goed. 15 keer. Als het niet gaat, Melchior, zet je knieën maar even op de grond. Zet je knieën op de grond en daar ga je voor. Maar je probeert wel die 15 te halen. Oké, na 15 komen staan en dan ga je gelijk zelf al beginnen met vegen. Hup, hup. Nog 10 keer. 4, 3, 2, 1. Handen achter je hoofd. En dan gaat hij. 15 squats. Komt hij. Keurig. Je rug is goed recht. Je knieën blijven achter je tenen. En je kijkt recht naar voren of omhoog. En na 15 mag je komen liggen op je rug. Voor de buikspieren. De schuine buikspieren. Want we gaan elke keer draaien. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 15 per kant. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste 10 komt hij aan. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, draaien we om voor de laatste ronde. Deze ronde gaan we iets korter maken. We doen 10 keer opdrukken. Daar gaat hij. 10 keer. Yes. Als je 10 keer opdrukken gedaan hebt, kom je staan en dan ga je 20 keer vegen. Ja, daar gaat hij. 20 veeg. Hup. Probeer die 20 gewoon af te maken. Als Melchior naar de volgende oefening gaat, gewoon die 20 afmaken. We gaan 10 keer squatten. Dus het vegen gewoon afmaken. Na de vegen komt 10 keer squat. Na de 10 squats kom je gelijk liggen op je rug en doe je 20 buikspieren. Yes, daar gaat hij. De squats helemaal afmaken. Gewoon 10 keer doen. En daarna ga je naar de buikspieren. Daarna heb je nog even tijd om alles netjes af te maken. 20 buikspieren, dus 10 per kant schuin. Oké, heel goed. Als je even een slokje wilt drinken, dan kun je wat drinken. Ik ga de volgende oefeningen uitleggen. Ik pak daarbij de fles en mijn elastiek. De eerste oefening. Ik heb de fles zo voor me vast. Ik heb de fles hier vast. Ik maak een lunge. Ik stap. Als mijn rechterknie naar voren is, draai ik naar links. Draai ik terug en stap ik terug. Dus ik heb 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en terug. Stap, draai, stap, terug. En terwijl ik stap,
Dit gedeelte zit vast. Dus hier ga ik niet meer bewegen. Ik blijf hier staan. Hup. Terug. Stap. Draai. Stap. En terug. Dan zet ik daarna de fles neer. Dan kom ik bij een lastige oefening. Die is niet heel erg lang. Ik sta lichtsteun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ga ik 10 keer doen. Dus 10 keer met je armen binnen en buiten. Daarna pak ik het elastiek. Heb ik hier vast. En dan ga ik mijn schouders omhoog. Of mijn handen omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Doe ik 10 keer. En na die 10 keer, Melchior, ga ik verder met Uchikomi. En dan ga ik eerst het vegen, beginnen met vegen. Maar dat doe ik niet met één stap, hou vast. Doe ik niet met één stap zo vegen, maar ik doe twee stappen. Hup, 1, veeg. Hup, veeg. Hup, veeg. Dus met het elastiek, twee stappen. Hup, hup, hup. 10 keer. Als ik dat 10 keer heb gedaan, hup, draai ik om. Hup, naar voren. 20 keer. Alleen naar rechts. Daar. Dat is het eerste blokje. Ik ga mijn timer erbij pakken. We beginnen met de lunges met de fles. Oké, als iedereen klaar is, de lunges met de fles. 16 keer, 8 per been. Onze armen zijn naar voren. 3, 2, 1 en go. En andere kant. 1, draai, terug. Stap, draai, hup en terug. Stap, draai en terug. Keurig. 8 per benen. Oké, dan kom je staan in lichtsteun. Handen zijn binnen de lijn. 10 keer spring je naar buiten. 3, 2, 1 en go. En 10. Oké, dan kom je staan. Pak je het elastiek voor de shoulder press. Je armen omhoog drukken. Vijftien seconden. Klaar. Drie, twee, één. En go. Daar gaat hij. Op. Vijf, zes, zeven, acht, negen en 10. Oké, keurig. Dan hou je het elastiek vast. Dan komen zo meteen twee stappen opzij en de veeg. En daarna maak je 20 Uchikomis. Nou, doe maar zo, dat maakt niet uit. Een beetje tussen de lijn. Oké, 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En go, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 en Uchikomis, daar gaat hij. 20. Zeven, acht, negen, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10. Oké, keurig. Dan pakken we weer de fles. Voor de lunges met de draai. We hebben nog 5 seconden. 3, 2, 1. En go. Daar gaat hij. Stap, draai, stap, terug. Stap, draai, draai en terug. Heel goed. 1. Hup. Als je stapt, fixeer goed je onderkant, je benen, je heup zit vast. Hup, en draai door. Keurig. Nog 6 keer. Hup, stap,
draai, stap, terug, 1, hup. Laatste 2. En daar komt hij zo meteen. We staan in lichtsteun. Handen zijn binnen de lijnen. 5, 4, 3, 2, 1. En go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, dan kom je staan. Pak je weer het elastiek erbij. Voor de schouders omhoog duwen, je handen omhoog duwen, de shoulder press. Vijf seconden. En 3, 2, 1. En go, daar gaat hij. Op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Keurig. Oké, komt hij zo met 2 stappen opzij en een veeg. Tien seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En go, daar gaat hij. Zeven, acht, negen, tien. En de uchikomis, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en de laatste. Heel goed. Oké, alweer de laatste ronde van blok 1. Pak de fles erbij. We hebben nog 5 seconden. 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Stap, draai en terug. Stap. Hup, terug en stap terug. Goed zo. Je hebt eigenlijk 4 handelingen. 4 handelingen maak je. Je hebt 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en terug. Probeer weer die 16 te halen. Als het echt niet gaat, stap je gewoon met de fles voor. En terug, om en om, zonder draai. Nog 6 keer, kom op. Oh, je was er al. Oh, sorry. Ik kan ook wel eens verkeerd tellen, maar was er al. Oké, tweede oefening. Daar gaat hij. Lichtsteun. Ik dacht dat ik hoorde 10, maar hij zei dus al 15. Klaar. En go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, pak weer het elastiek voor de shoulder press. Omhoog drukken. 10 seconden. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1. En go. En op. 10 keer, kom aan. Acht, negen en 10. Oké, houd het elastiek vast. De laatste oefening van blok 1. We hebben zometeen 2 keer zijwaarts en een veeg. Dat doen we 10 keer. En daarna 20 keer uchikomi. Alles naar één kant uchikomi, want het volgende blok komt natuurlijk de andere kant op. We hebben nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. 2 en veeg. Heel goed. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en uchikomis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oké, heel goed. Blok 1, als je wat wilt drinken, kun je even wat drinken. Ik ga de volgende oefening uitleggen. De eerste oefening. We hebben vorige keer de uchikomis aan één kant gedaan. Dus dat ik zo stond, in squat, omhoog. Daar. Dat ga ik nu om en om doen. Dus ik heb rechts, links, rechts, links. En elke keer draai ik mee. Dus als je vanuit mijn rug zou kijken, ik sta hier, ik draai om. 1, 2, 3. En ik draai mijn arm om. 4, 5, 6. Dat doe ik 10 per kant. Dus in totaal 20 keer. Daarna pak ik weer de fles. Heb ik zo voor me vast. Ik zak laag en op. Laag, op. Laag, op. Daar. 15 keer. Na deze 15 krijg ik een lastige oefening. Melchior, je kan die even zelf voordoen. Ik heb een microfoon op mijn buik. Je ligt op je buik. Je armen zijn naar voren. Dan doe je kort 4 keer je armen en benen heffen. 1, 2, 3, 4. Dan draai je om. En dan doe je 4 keer liggen zitten. 1, 2, 3, 4. Dan draai je naar je rug. Weer via hier. Ja, draai je weer om. Hup. 1, 2, 3, 4. Oké. En dan doe je nog 1 keer buik en 1 keer op je rug. Ja? En bij de laatste, de uchikomis. Als ik ga vegen, doe ik niet met mijn been. Veeg ik niet zo of zo. Of twee stappen wat we net hebben gedaan. Daar. Nee, ik ga met mijn voet draaien. Ik draai en ik veeg. Draai, veeg. Draai, veeg. Hup, veeg. Iemand veegt mijn voet. Ik til hem op, hup, en ik neem hem over. Hup, daar. Hup, daar. Hup, daar. Hup, daar. Dat doe ik 10 keer. En daarna maak ik 20 keer uchikomi met het elastiek aan de linkerkant. Oké, de eerste oefening. De uchikomi is om en om. Ik ga de tijd aanzetten. Klaar. 3, 2, 1. En go. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Vanuit je benen, vanuit je romp. Je hangt naar achter en je draait je polsen naar buiten. Of de bovenkant van je polsen zelfs naar binnen. Oké, tweede oefening. Pak de fles erbij voor de squat. Als je beneden bent, is de fles beneden. Ben je boven, is de fles boven je hoofd. Laag, op. Laag, op. 5 seconden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Vijf. Heel goed. 15 keer. De fles hoeft niet helemaal naar achter. Nee, laag en voor. Laag en voor. 13, 14 en 15. Oké, dan mag je komen liggen op je buik. We hebben nog 15 seconden. 4 en benen kort los van de grond. 4 keer, dan draai je naar je rug. 4 liggen zitten. En dat doen we 3 keer. 3, 2, 1 en go. 4, draai gelijk om. Als je kan draaien zonder je handen of benen op de grond, mag dat. Hup. 1, 2, 3, 4. Draai om. Hup. Juist. Nog 1 keer. Hup. 1, 2, 3, 4. En draai om. 1, 2, 3 en 4. Keurig. Oké, daar komen we samen. 10 keer. Ik draai mijn voet. Hup. En ik veeg. Draai, veeg. Draai, veeg. Als dat nou niet lukt en je struikelt zelf, doe dan gewoon hetzelfde wat we deden. Hup, hup, hup. Oké, 3, 2, 1 en go. Draai, veeg, veeg, yes. Daar, hup, keurig. Til je voet op en neem iemand over met de veeg. 10 keer, dus 5 per been. Na die 10 maak je uchikomi naar links. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oké, goed zo. Dan gaan we naar de eerste oefening. Ah, met het elastiek, de uchikomis. 10 per arm. 3, 2, 1. En go, daar gaat hij. Op, op, heel goed. Draai de bovenkant van je pols naar je toe. Dus je kijkt eigenlijk op je horloge, als je die tenminste aan de bovenkant draagt. 10 per kant. 14, 15. Strek elke keer je lichaam, je hangt naar achter en je brengt je heup. Dus je blijft niet in een hoek staan. Oké, de volgende oefening. Squat met de fles. 15 keer. We hebben nog 5 seconden. 3, 2, 1 en go. De fles hoeft niet helemaal boven achter je. Als je hem iets voor je houdt of boven je hoofd is goed. Niet helemaal door naar achter. 15 keer. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan kom je weer liggen op je buik. We hebben nog 15 seconden. Gewoon de oefening goed afmaken. Armen en benen tegelijk heffen. 4 keer, dan draai je om zonder je armen. 5, 4, 3, 2, 1. En go! 4 en dan draai je om. En 1, 2, 3, 4. Draai weer door. Heel goed. Op, 2, 3, 4. Draai weer door. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Laatste. En draai om. En 1, 2, 3 en 4. Heel goed. Pak weer het elastiek erbij. Gaan we weer vegen. Tsubame Geshi. 1, hup. Ik draai mijn voet. Ik word geveegd en ik veeg over. Veeg en ik neem over. 10 seconden nog. Dit gaan we 10 keer doen. En daarna 20 uchikomi naar links. 3, 2, 1 en go. Zes, heel goed. 7, 8, 9 en uchikomis. Yes, en op. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, heel goed. De eerste oefening, de uchikomis. We hebben nog 5 seconden. 10 per arm. 3, 2, 1 en go. Op. Strek je lichaam, hang naar achter, je heupen gaan iets naar voren. Zo ja. En 20. Oké, goed zo. Squat met de fles, daar komt hij. Laatste keer voor blok 2. Vijf, vier, drie, twee, één, en go! Op. Negen, tien, één, twee, drie, vier, en vijf. Oké, kom liggen op je buik. Laatste keer. 4 onderrug, draai om, 4 buikspieren. 10 seconden nog. 1, 2, 3, 4, draai om. En 1, 2, 3, 4, draai om. En op. 2, 3, 4, keurig, ga door. Op. 2, 3, 4 en... En de laatste 4. Heel goed. We hebben nog 20 seconden. Maak de oefening netjes af. 10 keer draaien. Hup. 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 Als je dit nou een hele lastige oefening vindt, dan ga je vanavond als je je tanden poetst, ga je gewoon zo staan. Hup.
Tanden poetsen, hup, en vegen. Kan je dit oefenen? 3 seconden. Klaar. En go, daar gaat hij. Hup, 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 hup. Als je dan zo goed met je benen bezig bent dat je je hand vergeet met je tandenborstel, kan het best zijn dat je tandenborstel ineens in je keel zit. Dus daar moet je wel mee uitkijken. En doe het Sikomi, 20 keer links. Hup, 2. Dan kun je niet mij de schuld geven. Je kan niet naar de tandarts gaan en zeggen, ja, die van de ham die zei dat ik dit moest doen en nou mijn tandenborstel in mijn keel. 20 keer Uchikomi. 17, 18, 19 en 20. Oké. Okay. Dit was alweer blok 2. We gaan naar blok 3. Jullie kunnen wat drinken. Het eerste blok, de eerste oefening. Ik heb het elastiek vast. Ik maak Uchikomi. Ik stap in en mijn armen gaan omhoog. Daar. Op. Op, daar, op, die kant. Dan zorg ik, als ik bij een lijn sta, dat mijn voeten op de lijn staan. Daar, hup, 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 hup. Dat doe ik 8 per kant. Dus ik stap, 1, 2, armen zijn boven mijn hoofd. Daar, 8 links en gelijk 8 rechts. Daarna ga ik staan, enigszins op spanning, en dan ga ik aantrekken, hier. Dit ga ik 20 seconden zo vasthouden. Dus dat moet niet te lullig zijn dat ik hier sta, want dan voel ik te weinig. Nee, ik ga echt op spanning. Daar staan, hier. 20 seconden vasthouden. Als je met een baatje bent, niet ineens loslaten, ook de ander niet. 20 seconden spanning houden op je rug en je armen. Na die 20 ga je met je handen buiten de lijnen hier staan. Als ik een seintje geef natuurlijk, hè. 20 seconden. Statische lichtsteun. Ja, dus 20 seconden vasthouden, 20 seconden door. Daarna weer een nieuwe oefening. Ik sta op de eerste lijn. Dus ik sta op de voorste lijn. Dan stap ik, je mag iets naar voren komen. Dan stap ik achteruit, hier naartoe. En hier draai ik om. Daar. Dus waar we tot nu toe elke keer naar voren stapten en indraaien, ga ik nu naar achter stappen. Achter, 1, terug. 2, terug. Ah, dit is te los. Ja, ja. Hier, hup, en terug. Dat betekent omhoog en draai. Dat doe ik 10 keer rechts en daarna stap ik 10 keer links. Als ik omgedraaid ben hier, moet ik wel naar voren hangen, anders val ik naar achter. Daar. Dus je moet voelen dat als ik hier sta, dat ik hier stevig sta. Ik moet naar voren in balans staan. Ja? Of ik moet naar voren hangen, waardoor ik in balans sta. Zo zeg ik het goed. Oké, 10 keer rechts, 10 keer links. De eerste oefening. De Uchikomi, ik ga de tijd aanzetten. Armen gaan omhoog. Klaar. En go. Daar gaat hij. Op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? Ja, doen we een wissel. En op. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Oké, goed zo. Komt hij zo meteen rug aantrekken. 20 seconden. Goed de afstand bepalen. Niet te makkelijk. Want als het te makkelijk is, als ik zo sta, zo. En hij trekt hem nu aan, voelt hij niks. Dan heeft het geen zin. Dus 3 seconden. Klaar. En go. Trek aan. Hou vast. Ook niet per ongeluk los laten schieten. 20 seconden. Spanning erop houden. Hou aan. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Kom aan. 10 seconden nog. Als je een houtgreep vast hebt, moet je iemand heel hard naar je toe kunnen trekken. Oké, heel goed. Kom in lichtsteun staan, handen buiten de lijnen. Als je nou per ongeluk de lijnen zo ver dat je zo staat, dat is niet goed, dan mag je ze binnen de lijnen zetten. 10 seconden. Drie, twee, één en zak laag. 10 centimeter boven de grond. 20 seconden, kom aan. Als je begint te trillen, gaat het goed. Als je niet begint te trillen, ook goed. Als je gaat liggen, iets minder goed. Hou vast, 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Oké, en kom weer staan. Keurig. Pak het elastiek.
Je gaat staan op de voorste lijn. Je stapt zo meteen op de achterste lijn en je draait om. Zorg ervoor dat je goed naar voren hangt. 5 seconden nog. 3, 2, 1. En go. Juist. En hang naar voren. Daar. 3, 4, 10 keer. 6, heel goed. 7, trek goed aan. 8, 9, stap naar achter. En 10, andere kant. 1, over de lijn, op de lijn. 3, 4, 5, 6, 7. Blijf in achter stappen. 9 en 10. Oké. Dat is een hele lastige oefening dit. Want je moet nu ineens iemand mee naar voren trekken en naar voren hangen. 3 seconden voor de uchikomis met de armen omhoog. 3, 2, 1 en go. Zeven en wissel en links. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. En 9, we waren 8. Zometeen 20 seconden. Hard aantrekken en vasthouden. We hebben nog 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. En trek aan. Knijpen in die handen en aantrekken. Als je dit met een judoband doet, dat kan ook. Maar dan kun je gewoon gaan hangen aan je judoband. En dan houd je gewoon je arm hier. En dan ga je gewoon hangen zo aan je band. Oh. 10 seconden nog. Hou aan. Knijp in die handen en aantrekken. Alsof je een houtgreep vast hebt die je nooit meer los wil laten. Oké, goed zo. Kom staan in lichtsteun. Je armen zijn wijd. Vijf seconden nog. 3, 2, 1 en zak laag. 10 centimeter boven de grond. Hoofd iets omhoog. Hou vast. Kom aan. Hou je lichaam recht. Niet naar beneden zakken. Als het echt niet meer gaat, mag je je knieën op de grond zetten. 10 seconden nog. Blijf duwen. Blijf van je afduwen. Kom aan. 3, 2, 1. Oké, kom weer staan. Goed gedaan. Daar komt hij. We staan op de voorste lijn. Zorg dat je goed naar achter stapt zometeen. En als je omgedraaid bent, hang je naar voren. 5, 4, 3, 2, 1. En go. Goed naar voren. Juist. Op de lijn. Op de lijn. Verplicht jezelf om op de lijn te gaan staan. Laatste twee. En op de lijn. Andere kant. En door. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Helemaal naar die, ook die tweede been. Helemaal erbij. Daar ja. En 10. Oké. Hou vast. Nog 5 seconden. Hoog uchikomis. Het laatste blokje. Kom aan. 3, 2, 1 en go. Op. 2, heel goed. 3, 4, 5. Blijf aantrekken. En wissel. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed zo. 15 seconden. Arm aantrekken. Goed knijpen in je handen. Niet los willen laten. Vijf, vier, drie, twee, één, en go. Hou vast. Hou vol. Kom aan. Denk aan die houtgreep die je nooit meer los willen laten. Vijf, vier, drie, twee, 1,
Oké, goed zo. En weer licht zijn. Tien seconden nog. Vijf, vier, drie, twee, één. En zak door. 10 centimeter boven de grond. Kom aan, 20 seconden. Nog 10 seconden. Als je armen gaan trillen, gewoon blijven staan. Als je in een wedstrijd je armen trillen, moet je ook je armen ertussen houden. Dus hier moet het ook. 3, 2, 1. Oké, kom weer staan. Dan gaan we op de voorste lijn staan. Stap achteruit. Uchikomi. Draai in. 5, 4, 3, 2, 1. En go! En andere kant. 10 keer. Daar gaat hij. Op. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 en 10. Oké, dit was weer de laatste oefening. Heel goed gedaan. Dat brengt ons alweer aan het einde van de 10e training. En vergeet weer niet om de filmpjes en foto's en alles te delen, te taggen. Zoveel mogelijk op internet zetten. Melchior, nou goed, was laatste groet even af. We gaan allemaal rechtop staan. Het is vandaag vrijdag, dat betekent dat volgende week dinsdag, volgende week dinsdag om 7 uur is weer de volgende training. Dus zorg weer dat je er klaar voor bent. We staan allemaal rechtop.